SBS6 heeft in alle stilte een nieuw logo gelanceerd. Het is nog steeds blauw, maar wel iets minder ijzig dan het vorige logo. Een hele verbetering, vindt oud-zenderbaas Tina Nijkamp het. Het cijfer is iets voller. Het is niet warm rood waar ik op hoopte onlangs, maar zag net al wel dat het allemaal verschillende kleuren kan krijgen. De optie om het logo verschillende kleuren mee te geven wordt geprezen door Tina. Heel leuk, veel en veel minder kil daardoor. Weer veel warmer en meer familie. Nu nog dronebeelden van Nederlandse dorpjes, natuur en steden terug in de vormgeving. Vlak voor de jaarwisseling vertelde Tina in de podcast Content Wars nog dat de vormgeving van SBS6 warmte miste. Ik vind het jammer dat ze het logo blauw hebben gemaakt, wat een kille kleur is, in plaats van rood. Wij hadden altijd heel mooi die beelden over Nederland. Dat vond ik echt. Als ik daaraan denk krijg ik weer kippenvel, zo prachtig vond ik dat. Toen Tina aan de macht was bij SBS6, zat de zender vol typisch Nederlandse beelden. Dat vond ik echt heel mooi. Ik vind het jammer dat ze daar afscheid van hebben genomen. Het is nu heel grafisch, dus het is wel wat killer geworden. Ik probeerde heel erg de warmte naar die zender over te brengen, omdat ik ervan overtuigd ben dat televisie je beste vriend is. Ze vervolgde, de emotie die televisie overbrengt mis ik nu wel heel erg in de vormgeving bij SBS6.
Thank you.